IKEA. Iedereen zijn telefoontje op vliegtuigmodus. Welkom bij Money Matties, de show op YouTube waarin wij strijden en ten onder gaan om 5000 euro te winnen. Vandaag is er 5000 euro te verdienen voor degene die het minst vaak lacht. Let's go! Yeah. Let's go! Hump erin. Ja, ik kan het al niet winnen. Ja, oh, dit! Blijf van de lul af. Vandaag gaan we proberen niet te lachen. Oh nee joh! We hebben een aantal rondes, het is een afvalrace. De eerste persoon gaat op deze stoel zitten. Jullie krijgen allemaal 1 minuut de tijd om deze persoon aan het lachen te maken. Oh nee joh! Elk lachje wordt bijgehouden door onze scheidsrechter. Sylvan, kom erbij, kom erbij. Dit is Sylvan, de scheidsrechter. Hij houdt bij hoe vaak we lachen. En hij staat er recht naast je, dus hij ziet alles wat je doet. Sylvan is meedogenloos, hij gaat alleen maar op je gezicht letten. Hij gaat ervoor zorgen dat elk glimlachje wat er komt, en ik zeg elk glimlachje, niet haha, maar dit is ook een glimlach, of dit is ook een glimlach. 1 lach moet 2 seconden duren en als je 4 seconden lacht, dan telt het als 2 lachjes. Ja. De scheids houdt het bij, vandaar de scheids. Super handig. Okay. Quintenpol, waarom denk jij dat jij vandaag gaat winnen? Omdat ik een topacteur ben. Ik speel in series als M. Dus daarom hoef ik nooit te lachen, want ik ben Oscar waardig. Zet hem op! Je hebt de tijd wel ingegaan, vriend. Go, 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 go. Neem je tijd, jongen. Je hebt 1 minuut hè, om deze schaterlacher aan het lachen te maken. Knak, knak, knak. Knak, knak. Who's there? Hawaii. Oh, ja, ik wil gewoon knock knock doen, maar die Mongool die snapt het niet. Hij mag niet binnen, gast. Ja, fucking hell, jongen. Pol, jongen, vuile hond. Hij lachte sowieso een keer, man. Godverdomme! Shit! Godverdomme, Quintenpol! Ik doe de ontspanningstechniek die ik op mijn school heb gedaan. Let's have a look! Come on, Quinn! Let's go! Energy! Oh, you don't know what's gonna happen for. You don't know what's gonna happen for. Denk je dat je niet aan het lachen gaat maken, Pol? Waarom steekt hij iets in zijn rug? Ik denk dat jij van... IKEA. Dit is mijn zwakte punt, hoor. Deze Mongool. Oh nee, joh! Oh, IKEA, yeah, let's go! Yeah, let's go! Nee, joh! Met plezier, met z'n allen, Money Matties. Ik heb gehoord, het is je verjaardag. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik geloof in je. Ja, die rappers. Wat we vandaag gaan doen, is een klein beetje fysiotherapie. En dat doen wij voor het gezicht van de Pol. Pinguïn. Fuck! Dat was hem. Yo, domme hoofd gewoon. Bij mij ook niet echt iets van. Gier. Gewoon als jij. Gier doet, dan is het al klaar. Kijk nou. Ja, is too fucking prepared. Nee, we can. Prepared. Heb je hem weer gehydrateerd? Go! 3, 2, 1. Lachen. Nee, 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 nee,
Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Ja. Ja. Kut! Ja, met één. Hallo! Mijn naam is Nina en ik ga vandaag een vlog maken. Denk je dat we hierna nog van elkaar houden? Ik wil mijn vriendje bedanken. Kan zijn. Dat maakt het er echt niet beter op. Ja, ja, zie je. Ja, dat tijd ik ook. Godverdomme. Hey, hoe gaat het met jou? Wat is met mij gaan fucken? Stop dingen in de kont, snel! Dat werkte net ook fucking stop goed! Stop iets in! Vertel ze Sita, vertel ze Sita! Godverdiaard! Nul! Nul! Nee! Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Deze man te laten lachen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Brabant Airlines. We hebben een hele mooie kleine propellervliegtuig die wij vanaf het weiland zo de lucht in gaan steken. En als we bij Utrecht zijn, dan gaan we langzaamaan een klein beetje zo het huis van Kelvin in. En je weet wat er gebeurt, hè, in het huis van Kelvin. Daar zijn twee katjes te vinden. En die katjes staan ook wel bekend als... Godverdomme, ik weet helemaal niet waar ik het over heb. Er werkt niks, hè. Er werkt helemaal niks, hè. Fuck! Zie je? Oh, je kan hem pakken. Hij is open, hij is open! Bol, hij is open! Shea, let's go! Shea! God, teringleier, joh. Give me this thing. Misschien deze. Allemaal stof. Eetje stof. Nee, niks. Jezus Christus, kan iemand even die snot van Quinn opruimen? Pol, je mag toekijken. 102, Quinten, Jart, Kelvin tegen elkaar. Nu mogen twee mensen één iemand aan het lachen proberen te maken. Daarvoor krijgen we 90 seconden. En we krijgen ook voorbereidingstijd. Dus we mogen iets overleggen, iets instuderen, iets doen. Om ervoor te zorgen dat de persoon op de stoel helemaal kapot gaat. Ga even pissen. En we doen 90 seconden. Wat is er met vochtig toiletpapier gebeurd? Oh. Wat is daarmee? Wat is ermee gebeurd? Ronde 2, go, 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 go. Fuck, niet luier, hou hem aan! Go, fuck. Hou hem aan! Bam, 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 en Quinten is echt heel erg zijn misschien. Kan je iets mee, iets minder groepen? Domme! Was goed, Kelvin! Oh, ben jij? Kelvin? Als je vindt dat ik een echte artiest ben, laat je horen! Nee, dan moet je juist stil zijn. Je moet juist... Oh. Kelvin, ik vind het echt niet leuk, hoor. Doe maar in je lijst zitten, hoor, Kelvin. Kelvin, Kelvin, Belvin, Belvin, blubble, blubble. Hey, boy, boy, oeh, godverdomme! Ik zei het al mogelijk! Dat dacht ik inderdaad, boy. Oké, het is spannend. Quinten, jij hebt één lachje uit de eerste ronde. Ik heb ook één lachje, omdat ik me net heb beter in te houden. Bij de eerste ronde heb ik ook een keer gelachen. Dus Jart, jij hebt nul lachjes. Als jij in deze laatste ronde jezelf sterk weet te houden en nul keer lacht, dan ben jij de absolute winnaar van deze aflevering. Okay. En dan krijg jij de 5k van Quinten. Oké. Okay. Okay, gaan wij even een plannetje bedenken. Ja, het kan wel echt. Oh, we moeten gewoon zelf heel erg veel lachen. Dat is lekker! Oh! 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 Oh!
De derde aflevering is geworden door Jart. Ja! Dat betekent dat Quintus zijn 5000 euro moet overhandigen aan Jart. Wij kunnen hem eventueel volgende aflevering weer terugwinnen. Quintus is inmiddels weer schoon en er is ook een kip. Tot volgende week. Tjallas. Jart heeft officieel de 5000 euro in handen en moet deze de komende afleveringen gaan verdedigen. Want degene die als eerste 4 afleveringen heeft gewonnen, mag het geldbedrag officieel mee naar huis nemen. Tot volgende week.